acne is ook iets wat soms kan terugkomen. Hè. Je denkt, puberteit voorbij, ik ben er vanaf. Nee, helaas. Door de hormonale veranderingen kan je toch weer terug last krijgen van acne. Wat kan je daartegen doen? Vooral de juiste zepen gebruiken. Dus milde zepen, eventueel wasgellen die een beetje matterend werken. En die vooral de poriën heel goed gaan reinigen. Vermijd ook comedogene cosmetica. En probeer eventueel, als je er toch heel veel last van hebt, de volgende stap is dan cosmetica die eventueel ook behandelend werkt. Er zijn verschillende cosmetische gamma's die dat in hun assortiment hebben. Vraag dat gerust maar aan ons of aan jouw apotheker. Als dat niet volstaat, dan is er eventueel nog de optie van een benzoylperoxidecreme te gebruiken. Maar dat is, laten we zeggen, een vettig goedje. Dat is eigenlijk die benzoylperoxide die onttrekt kleur, onttrekt pigment. Dus let heel goed op als je die crème gebruikt, dat je iets aandoet, een t-shirt, ook zeker het kussen waar je op slaapt, dat dat geen donkere kleur is. Want zoals... sommige stoffen die in haarkleuring voor blonde haarkleur worden gebruikt, die benzoylperoxide doet eigenlijk hetzelfde. Dus als je 's nachts gaat slapen met een zwarte t-shirt en er komt wat van die crème op, sta je 's morgens op met een roeste plek op jouw zwarte t-shirt. Benzoylperoxide kan trouwens ook een zekere gevoeligheid voor de zon teweeg brengen. Dus de dosering is altijd 's avonds, zeker nooit 's morgens. Maar in verband met de zwangerschap is dat wel volkomen veilig, mits juiste gebruiksinstructies. Antibiotica kan ook gebruikt worden lokaal of oraal. Dus clindamycine is eigenlijk een antibioticum dat in hevige acne ook gebruikt kan worden en mag zelfs oraal ingenomen worden. Een zwangerschapsmasker, dan wordt ook melasma genoemd. Dat is eigenlijk een typische hyperpigmentatie. Hyperpigmentatie wil zeggen dat er veel te veel pigment is. Met name op het voorhoofd, de jukbeenderen en het gebied boven de lippen. Daarom dat ze dat ook zwangerschapsmasker noemen, omdat dat eigenlijk echt lijkt als een masker op het gezicht. Wat is daar de oorzaak van? De oorzaak van een zwangerschapsmasker is vooral een overgevoelig pigmentsysteem. Omdat vrouwelijke hormonen sowieso pigmentaanmaak stimuleren. En UV-stralen die doen dit ook. Nu, niet alle pigmentcellen in de huid reageren daar even sterk op, waardoor dat je eigenlijk echt puntjes, stipjes, bruine vlekjes krijgt op de ene plaats heviger aanwezig dan op de andere plaats. Dus een combinatie van hormonale veranderingen plus zon is eigenlijk op vlak van melasma geen goed idee. Wat kan je eigenlijk daaraan doen? Vooral betere preventie. Dus liever voorkomen dan genezen. Want achteraf is die behandeling voor melasma vaak heel intensief. Bescherm jezelf dus heel goed tegen de zon. Ook mensen met een donkere huid, zij kunnen zeker ook melasma krijgen. Dus ook daar een factor 50, ook al lijkt dat soms niet altijd nodig of logisch. Tijdens die periode mijd de zon. Gebruik goed een hoge beschermingsfactor. En draag eventueel een hoedje of een pet dat je gezicht wel goed beschermd is. Die vlekken die verdwijnen vaak na enkele maanden, maar zeker niet altijd. Als dat niet het geval is, kunt u best een dermatoloog bezoeken om de te volgen behandeling te bespreken. Dan krampen, daar is al een vraag over gekomen in verband met de magnesium. Waarom dat die krampen zijn, dat is eigenlijk niet duidelijk. Er is een vermoeden van een magnesiumtekort, maar dat is eigenlijk nog niet aangetoond dat het eigenlijk daardoor is. Wat we wel weten, is dat het wel kan verhelpen. Wat kan je eigenlijk doen om die krampen te vermijden of om die weg te doen gaan? Vooral hakken en spannende laarzen vermijden, dat is sowieso niet goed. Met je voeten ietsje omhoog slapen. Natuurlijk, als je last hebt van reflux en je moet met je hoofd omhoog slapen, het is een beetje kiezen of delen eigenlijk. Het is één van de twee. Wat doe je zeker niet? Met koude voeten rondlopen. Dus koude kan krampen triggeren. Dus probeer
met sokken aan te slapen, niet op met voeten op koude tegels te lopen, zo van die dingen. En drink ook vooral voldoende water. Je hebt heepaarwater bijvoorbeeld, dat is water waar dan een beetje extra magnesium in zit. Dat kan al een beetje helpen voor de krampen. En dat werkt, magnesium werkt ook een beetje laxatief. Dus als je dan toch ook last hebt van eventuele constipatie, kan je ineens twee vliegen in één klap aanpakken. Er zijn ook nog eventuele stretchoefeningen die je kan doen, die dat die krampen ook kunnen verlichten. En een warm bad kan ook al wonderen doen.